Lukt het jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe video van SoRare Nederland? Vandaag zit ik met Daantje en zoals jullie kunnen zien is het nieuwe interface van SoRare uit. De update is uit. En vandaag kom je van alles te weten hoe het werkt, wat wij doen, wat onze strategie is en wat wellicht ook jouw strategie wordt. Toch, Daantje? Jazeker, er is een hoop veranderd. En uh, vandaag gaan we proberen alvast heel veel te bespreken over wat er is, uh, wat er is veranderd, wat je moet weten, uh, waar de prioriteiten van ons gaan liggen. Uh, en uiteraard ook meer in de podcast van, uh, van vrijdag. Uh, dus nee, ik zou, laten, ik zou zeggen, laten we beginnen. En wat is jouw eerste indruk als je gewoon puur ernaar kijkt? Puur op de interface is. Uh ja Kan ik denk wel zeggen dat ze een verbetering hebben gemaakt op wat, ja, wat kleine puntjes na, denk ik. Waar, uh, waar ze nog even de puntjes op de i uh, moeten zetten. Zoals dat je kan zien per divisie uh, hoeveel mensen er meedoen. Um, dat, dat soort dingetjes. Maar als je zo op dit moment ook mijn scherm ziet, het scherm ziet, dan denk je, ja, dat is wel een vooruitgang ten opzichte van wat het was. Zeker ook als je links kijkt in your competitions. Uh, Premier League en dan met zo'n fotootje... Champion. Ja, dat, dat, dat ziet er allemaal wel uh, gelikt uit. Ja, ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan, man. Ik vind het echt zo'n gigantische verbetering met wat we hadden. We hebben natuurlijk, nou, we lopen al een tijdje mee. We hebben heel veel verschillende interfaces gezien. Maar dit is tot nu toe wel echt de beste, zou ik, uh, zou ik zeker willen zeggen. Zeker. Ja, dit, is, uh, dit, dit belooft veel goeds ook voor straks na 29 augustus. En. Uh, ik ben benieuwd hoe, het, uh, hoe ze het verder gaan ontwikkelen. Maar uh, ja, voor nu is het denk ik wel leuk om uh, even aan jou te vragen waar ligt onze uh, strategie? en hoe beslissen wij in welke competities we mee gaan doen. Um, ja, hoe beslissen wij dat? Dat beslissen wij eigenlijk op basis van de prijspoes uiteraard. En op basis van het aantal deelnemers per competitie. Uh, en wat je net zei, je kan hier op de website niet zien hoeveel deelnemers deelnemers er meedoen per competitie. Nog niet in ieder geval. Ik denk dat ze dat heel snel gaan aanpassen. Maar in de app kan dat wel. Uh, en dat is natuurlijk hele belangrijke informatie om te weten, want ja, ja eigenlijk daar, kijk, als je nou uh, stel er zijn 100 prijzen te winnen en er doen 10.000 man mee, ja, daar, dan doe je niet mee. Um, nou ja, als je niks wil winnen kan je best ja, meedoen. Ja. Maar dat is niet het idee van Soreerde, dan gaat het om winnen um, Nee, dus eigenlijk op basis daarvan maken wij, uh, maken wij die afweging ja. En uh, wat vind je van dat we bij in en in season en classic in challenger allebei in divisie 1 zitten? Ja, dat, dat, dat streelt mijn ego toch wel een beetje, vind ik moet ik zeggen <laughs> dat is keihard hè Ja, ik, ik had sowieso classic had ik verwacht uh, want wij hebben gewoon heel ook. ster classic Challenger Europe... Uh, Challenger Europe gallery. Um, ja, eigenlijk onze hele gallery is Challenger Europe. Dus dat had, kon eigenlijk niet anders. Maar qua uh, in-season vind ik onze gallery meevallen. Um, omdat we daar eigenlijk alleen het Feyenoord team echt hebben... qua, qua klasbakken. Um, ja. En misschien is het zelfs nog handig om te vertellen dat... Uh, op basis van wat je werd ingedeeld, natuurlijk in de divisie. En dat was op basis van hoe sterk je galerij is in een bepaalde competitie. Dus als jij een hele sterke in-season challenge Europe hebt, dan kom je waarschijnlijk in divisie 1. Uh, zoals wij, terwijl we niet eens zo extreem sterk waren. Maar dit zijn natuurlijk allemaal stars die daar staan. Dus dan kregen, ja. die krijgen die, die wegen zwaarder dan een, een tier 5 bijvoorbeeld. En daarom zijn wij dus tier 1 en tier 1 gekomen. En ja, dat vind ik toch wel mooi. Ja, dat is zeker mooi. Maar weet je wat me ook opvalt dat we ook bij in-season een team kunnen inleveren in divisie 2? Ja, dat is, maar dat is automatisch. Je um, dat maakt niet uit. Als jij ook maar als, als jouw eerste, um, jouw beste team in divisie 1 zit, dan werd je automatisch in divisie 2 ingedeeld en je dan tweede je... line-up werd automatisch in de divisie daaronder wordt die ingedeeld. Ja, en dan wordt je derde line-up ah. automatisch in de laagste divisie ingevuld. Ah. Ja, dus, uh, dat is wel goed om te weten. Zo zit dat in elkaar inderdaad dus. Dat, uh, ja, want ik dacht al, want in season hebben wij verder... Volgens mij kunnen we denk ik niet eens een team opstellen. Uh, Als tweede. Uh, ja, met Bilo. Ja, ja, dat wordt een zoetje. Of Bijlo, of wel, een Nee, dus dat, dat, dat is niks inderdaad. Maar dat, uh, zo is het inderdaad hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt. Ja, en dan uh, zijn dit de teams die je op het scherm al een tijdje ziet staan. Um, die in divisie 1 gaan, uh, gaan meeknallen zover wij tot nu toe informatie hebben. Uh, we hebben namelijk ook nog de beschikking over Hartman en over Stengs qua Feyenoord-spelers. Hartman natuurlijk uh, teruggekeerd uit de interlandperiode uh, met wat uh, lichte... Knieklachten, dus uh, er wordt verwacht dat hij er wel bij is tegen Utrecht. Maar ja, ga je dat risico nemen in zo'n uh, eerste uh, gameweek van een in-season? Ik denk dat je daar ten alle tijde mee moet oppassen. En als we dan een klasie tegen Vitesse achter de hand hebben, dan uh, moeten we daar dan gewoon voor gaan. Hè? Zeker, zeker. En zou jij ook heel even naar de prijspoel van die Divisie 1 in-season kunnen gaan? Uiteraard. Die heb je hier zo. Tot en met de nummer 60 je 50 dollar. Ja, en ik dacht dat er momenteel rond de 180 teams meedoen. Ja, ik durf dat niet je... precies te zeggen, want dat zou je in de app moeten zien. Maar dat is ook weer met een update. En uh, het is ook voor ons nog, uh, nog een beetje zoeken. Maar het zou goed kunnen, inderdaad. Ja, dus nou ja, op zich, als je dan. Stel... Nou, er komen natuurlijk nog teams bij. Stel, er doen uiteindelijk 300 teams mee. Wat ik een soort van zoiets verwacht. Dan heb je toch, ja. heb je toch 20% kans hè, dat je wat pakt. Dat is best wel best veel. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat inderdaad uh, gaat. In achter... We speculeren natuurlijk al zo verschrikkelijk lang over. Van wat, wat kan er? Wat ga je doen? Um, hoeveel mensen doen er mee? Kom je in divisie 1? Uh, hoeveel punten heb je nodig voor een bepaalde positie? En dit is wel echt het weekend waarin het gaat gebeuren. Ja, dit, dit wordt inderdaad heel spannend. Hier, uh, hier hebben we opgewacht. Zeker. Ja, en dan ook uh, wat betreft het Twente Classic uh, team dat we hier hebben opgesteld. Ja, dan, dan zie je toch ook die boxen die je kan winnen. Ja. ja, dat is toch wel gigantisch als je daar iets van wint. Ja, is helemaal als je stel, stel je wint drie van die boxen. Dat is wel echt heel leuk. Ja. En uh, wat wel opmerkelijk is dat ze het geen elite boksen meer hebben. Maar uh, niet elite boksen hebben genoemd, maar premium boxen. Um, ja. En je ziet inderdaad, de kans is wel 95% dat je een level-up wint. Maar die level-ups zijn op zich ook wel behoorlijk waardevol, uh, vind ik. Um, maar je wil natuurlijk, natuurlijk zo'n kaart. Dat is waar het allemaal om draait. Um, maar als je dus drie van die boxen hebt, dan heb je toch 15% kans op een kaart. 15%? Ja. Vijf, okay. 5%, 5 per box? Ja, ja, zo. Ja, eentje. Ja, nou, dat is dan toch wel weer uh, helemaal niet gek. Dat vind ik ook niet gek, nee. Ja, ik ben, ik ben er benieuwd ook: um, zijn deze teams dit weekend sterk genoeg om in divisie 1 te blijven of degraderen ze naar divisie 2? Uh, wat gebeurt er als ons classic team in divisie 2 um, gewoon niet degradeert, niet promoveert, uh, dus in divisie 2 blijft? Heb je dan twee teams in divisie 2? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, maar dat durf ik, ja. dat, dat, dat kan ik nog niet uh, met zekerheid zeggen. Inderdaad, volgens mij is daar nog redelijk veel onduidelijk uh, over. Ja, ja precies. Nou, dan, dan, misschien heb je dan inderdaad twee teams. Hier in Classic, daar hebben we zelfs Superherrs. Dat kan natuurlijk tegenwoordig ook. Ja. Dat je superairs in uh, of Rares in, in lagere scarcities uh, meedoet. Dat is natuurlijk ook wel, uh, wel beter voor, uh, voor de gallery. Ja. En wat zien we hier zo? Een, uh, ja, dit, dit is Team Gissa. En. Uh, dat kan echt gigantisch worden ja. dit, uh, dit weekend. Dus wil jij nou kans maken op de reward? Waarvan ik zeker weet dat we een reward gaan pakken dit weekend met dit team. Ja. Zorg dan dat je je abonneert op onze Patreon. Kom gezellig in de Discord. Ik krijg toegang tot alle artikelen en extra podcastafleveringen die wij uh, op de Patreon hebben staan. En uh, wellicht ga je dan ook nog mee uh, met een rewardje mee vandoor. Ja, ja ik weet nog. Uh, Ruud die wond laatst Hato, Dus uh, jij kan de volgende zijn ja. die. Uh... Die daarvan profiteert. Lang niet gek hoor. Nee. We hebben nog twee, uh, twee teams die we misschien even snel moeten doorlopen. Ja. Nou, nah, is dit eigenlijk zo spannend? Ik heb 2,40. Um, het was toen de update net uit was, hebben we hier naar gekeken. Toen was het even heel erg sprake bij ons en in de Discord dat we zagen: via uw en dat niet deze Thresholds-punten uh, erbij zijn. Dus je hoefde niet te kiezen welk target je ging zetten. Dus toen leek het net alsof je gewoon een team kon inleveren. En als dat team boven een aantal punten kwam, dat je dan de threshold kreeg. Dat uh, is misschien wel te mooi om waar te zijn, dat dachten we. Maar uh, helaas is dat niet het geval. En moet je dus alsnog een target uh, selecteren. Uh, bij deze de 340 punten met het team uh, wat we hier hebben. Ja, dat is, ik denk dat voor nu deze game ik de focus even ligt op de Challenger uh, teams. En dat we dan um, dit een klein beetje links laten liggen met eigenlijk nog niet eens een heel slecht team. Maar um, ja, de beste spelers hebben we toch in de challenger divisies opgesteld. Om gewoon te kijken hoe is dat, kunnen we daar rewardboxen pakken, hoeveel punten heb je nodig. En uh, ja, om, om zo gewoon maar even uit te vinden hoe het allemaal uh, gaat werken. Ja, en um, er is ook nog een andere competitie die je eigenlijk, waar je momenteel eigenlijk even geen rekening mee houdt. Niemand kijkt er eigenlijk naar, maar dat is de, de All Star competitie. En zoals je ziet hebben wij hier momenteel dit team ingevuld. En er doen nu volgens mij pas 120 mensen staan er ingeschreven. En er zijn dus zoals je ziet 57 prijzen te winnen. Oeh, moeten we misschien ook wel niet hard zeggen, dit, hè? Ja, nou, ik vind de mensen die, die dit kijken, die, die, die mogen het weten. Uh... Voor de 100.000 mensen. <laughs> dus ja, bijzonder aantrekkelijk uh, momenteel. En ja. uiteraard hier komen ook nog teams bij uiteindelijk. Maar dit zijn dus momenteel is er een 50% winkans, ongeveer iets minder. Uh, dat is eigenlijk vrij bizar. Wat verder ook nog opvalt, is de socoins. Die uh, bij elke competitie moet je boven de 300 punten scoren voor 100 so En dat vind ik uh, heel weinig. Ten opzichte van wat het daarvoor was. Ja, zeker. Want voorheen kon je echt 1500 SoCoins. Nou, in ieder geval verdienden wij rond de 1500 SoCoins ja. uh, per gameweek. Ja. ja, en dat gaat nu waarschijnlijk terug naar de 4500. Maar gelukkig, zoals je ziet, we hebben er 68.000 in kast. Dus uh, dat zit wel redelijk goed. Dan kunnen we nog leuke dingen mee doen. Dat denk ik ook, ja. Ja, hè? En een, 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 een ding wat ik nog wil zeggen is: mocht jij een MLS-team hebben dan zit je, en in-season, dan zit je nu echt volledig gebakken. Of mo moet het in-season zijn? Dat weet ik niet eens. Het moet. Ik denk het niet eens. Dat weet ik weet het niet. Maar dit is echt heel bizar. Zoals je ziet hier in de rare, er doen momenteel <trikker> 300 mensen mee. En zou je even naar de prijsboek kunnen gaan? De, de top 150 wint dus 60 dollar. En word je eerste, dan krijg je meer dan 3000 dollar. Nou, dat, hoe, dit gaat echt helemaal nergens over. Volgens mij. Als je toch een MLS-team kan opstellen, doe het. Doe het alsjeblieft. Ik denk dat deze, deze prijspool is in zijn eentje net zoveel waard is als de prijspool van um, Challenger en Champion, denk ik, bij elkaar. Ja, dat is, het is echt ongelooflijk wat je hier zo kan. Uh winnen. Dus heb je nou een MLS-team... ...wat je kan opstellen... ...ja, absoluut meedoen. Ja. En ik ben benieuwd met die special weeklies... ...wat dat verder in de toekomst gaat brengen... ...hoe vaak ze een special weekly doen... ...hoeveel geld ze daar beschikbaar voor maken... ...komt de Eredivisie misschien een keer langs... ...ja, dat zijn allemaal vragen die... Uh, ...die we nu nog niet weten... ...maar wat echt wel uh, interessant kan zijn... ...om in de gaten te houden. Ja, zeker. Dan denk ik dat ik uh, ga zeggen... ...allemaal heel erg bedankt... ...voor het kijken naar deze video. Um, wat is jullie nou opgevallen... Van het nieuwe interface. Zijn er vanuit jullie nog opmerkingen of vragen. Laat ze vooral eventjes weten in de reacties. Vergeet dat duimpje omhoog niet te doen. En absoluut abonneren op ons kanaal. Dankjewel allemaal en tot de volgende keer. Ciao.